Yo allemaal, leuk dat jullie kijken. Even een nieuwe video, kort tussendoor, van Guilty. Het beta weekend weer, van afgelopen weekend. Misschien inmiddels als je het kijkt, het is niet meer afgelopen weekend. In ieder geval het afgelopen beta weekend. Misschien als je het kijkt, ook niet het afgelopen beta weekend. Maar in ieder geval, dit beta weekend, wanneer ik dit allemaal upload. Of de week daarna. Maar in ieder geval, er zijn een paar kleine aanpassingen gedaan in de utility skills en de manier hoe je ze kan verkrijgen. Eerst had je gewoon een rijtje of zo. Nou is het een beetje onduidelijk. Ik weet niet precies hoe het eerst zat. Maar nou is het in ieder geval zo. Ik moet eerst 5 van deze kopen. Van de goedkoopste. Vervolgens kun je een volgende, waarschijnlijk betere utility skills kopen. Daar moet je ook weer 5 van hebben. En daarna kun je de laatste paar utility skills kopen. Die vermoedelijk het duur zijn. Ik kan niet zien of ze echt duur zijn. Maar waarschijnlijk wel. Zullen vast beter zijn. En als je het. En dan kun je dus die laatste kopen. Dus je moet in ieder geval 10 gekocht hebben voordat je de echt goede kan krijgen, om het zo maar te zeggen. En dan vroeg ik me af, Jesse. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, het was wel eerst wel leuk toen ik zag, want zomaar de oude, want de dacht van, oh, ik kan gewoon kiezen wat ik wil. Maar nu moet je dus eerst nog 5 skill points hebben, voordat je zomaar de skill wilt hebben. Ja, dat komt ook net weer naar boven nu, dat ze zegt, eerst was het gewoon... Je spaarde gewoon 5 van die punten en je kon gewoon iets heel goeds kopen. Ja, nu moet je dus eerst nog weer 5 punten uitgeven. Misschien op skills die je eens wil. Maar eigenlijk lijkt mij het wel, vind ik het ook wel logisch, weet je. Want dan heb je ook weer zo, want eerst kon je echt gewoon, ging je gewoon sparen. Kocht je de beste, kocht je zo nooit meer iets. Ja, je had al iets beters. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel heel goed. Dan heb je toch weer veel langer bezig met die punten. Ja, dat klopt, je bent langer bezig. Op een gegeven moment heb je gewoon de beste dingen en dan heb je er gewoon schijt aan eigenlijk. Kan ik me voorstellen. Maar het is toch wel mooi, want het zijn niet precies 5. Het zijn er FK 1, 2. Nee, je hebt meer keuze. Het is niet dat je echt allemaal moet hebben. Je hebt wel gewoon vrije keuze inderdaad. Maar ik vind het oké. Ik heb geen moeite mee. Oké. Ik heb het nu heel koers waard. Moet je kijken. Bam! Bam! Awesome! Ik kan over een tijdje kijk hoe groot dat ding is. Kijk hem gaan! Weet je hoe groot? Awesome, het is als een ketting.